In de grote kerk in Vlaardingen heeft de Mexicaanse padre Alejandro Solalinde Guerra vandaag de geuzenpenning uitgereikt gekregen. De Mexicaan heeft vlak bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten een opvanghuis opgericht voor illegale migranten die proberen naar de VS te komen. De priester wordt vanwege zijn werkzaamheden regelmatig bedreigd. De route door Mexico is levensgevaarlijk. Ontelbaren worden onderweg beroofd, verkracht, afgeperst, mishandeld of ontvoerd. Door criminele bendes, maar ook door politie en grensbewakers. U helpt 20.000 mannen, vrouwen en kinderen per jaar. Met gevaar voor eigen leven, want de bendes die geld aan de migranten en vluchtelingen verdienen, zien het liefste dat uw opvanghuis zijn poorten sluit. Jaarlijks wordt de geuzenpenning in Vlaardingen uitgereikt aan internationale mensenrechtenactivisten.